Ik ben Trudy Aanlever en ik ben medelid van de veiligheidsregio OVR in Groningen. Wat is dat, de OVR? OVR, we zijn met een groep mensen die allemaal linksom of rechtsom gedupeerd zijn. En het gewoon zat zijn dat het zo met onze veiligheid gesold wordt. En dat proberen we op een ludieke manier, maar toch met een hele serieuze ondertoon, zonder mopperig en zonder dat azijnzeikerige, duidelijk te maken van wat er eigenlijk aan de hand is. Ja, en zo komen we op de actie van vandaag. Hoe is die ontstaan, als ik daar mag? We zijn er vandaag van. Het heeft natuurlijk ook met de beslissingen die van de regering te maken. In 2012, 2013 is er al een advies van het SODM, staatstoezicht op mijnen, gekomen dat de gaswinning veilig is als je teruggaat op 12. Voor het Nederlandse gebruik is niet meer als 12 nodig. Maar ze draaien aan alle kanten eromheen, maar die gaskraan gaat niet terug naar 12. En daar zijn we gewoon zat om. En nog meer onveiligheidsdingen, van het is gewoon klaar. Op een gegeven moment word je niet serieus genomen, wordt het hele probleem van de veiligheid toch enigszins gebagatelliseerd. En er zijn mensen die echt in de problemen zijn, die verdrietig zijn. Net een mevrouw die hier ook zit en zegt van, ik heb elke dag altijd een onbestendig gevoel in me. Daar gaat het om. In Nederland moet je je in je eigen huis veilig kunnen voelen. Kinderen moeten naar veilige scholen kunnen gaan en blij zijn. En we zijn vandaag hier om duidelijk te maken dat wij het zat zijn. Dat er nou echt wat moet gebeuren. Oké. Hoe hou je toch moed en breng je het op om hier weer te staan? Wat ik net zei, we zijn met een groep met mensen die met heel veel humor dit doen. Het is gewoon met een kwinkslag, het negatieve, maar wel het serieuze op een positieve manier proberen inzichtelijk te maken. Zoals wij hebben bijvoorbeeld ook met elkaar de sloopvergunning van het gemeentehuis in Loppersum aangevraagd. Nou, daar hebben we ontzettend veel plezier op gehad. Wat moeten wij dan met de sloopvergunning? Maar het was, de ondertoon is wel dat het geraamd voor 3 tot 4 miljoen verbouwd wordt. Over 1,5 jaar, 2 jaar gaan de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum samen. Ze hebben totaal nog geen bestemming voor het gebouw. En er gaan kinderen in Loppersum naar onveilige scholen. Dan denk ik van, hoe haal je het in je hoofd om een gemeentehuis, wat over 2 jaar niet meer nodig is, voor zo'n bedrag geraamd, dus dan kan je zelf wel invullen, het is een overheidsgebouw, dat komt natuurlijk ver boven de begroting uit. Dan kan je toch veel beter een school veilig maken, waar kinderen elke dag naartoe gaan. En dat hebben we dus daar hebben wij zelf plezier om gehad door een sloopvergunning aan te vragen en ook meteen 2 wipkippen aan te vragen. En het was best wel heel grappig, want wij zouden zelf voor containers zorgen, dat de ambtenaren veilig konden werken. Dan zouden we een parkje aanleggen. Het geld kan direct naar een goede bestemming waar echt veiligheid nodig is in de gemeente. En als straks de gemeenten samengevoegd zijn en ze weten toch niet wat er met een gebouw gebeurt, nou is het al opgelost, want het gebouw is er niet meer. En daar hebben we zelf heel veel plezier om gehad om dat te doen. Maar het is dus ook wel een hele serieuze boodschap die je hebt. Ja. En het plezier wat we met elkaar hebben om op een positieve, goede manier met humor toch een heel serieus iets naar voren te trekken. Daar hebben wij, ja, dat sterkt ons heel erg. En hoe wordt zo'n actie bijvoorbeeld ontvangen? Door de bevolking, heel goed. Het is namelijk ook opgepakt door de pers. En ja, mensen die we tegenkwamen zeiden, ah super, wat ontzettend goed. En de mensen zelf, medemensen, die vonden het fantastisch. Maar de gemeente die is not amused, de overheid is not amused gewoon. Ja, want waarom, denk je? Ja, ze vinden het natuurlijk niet leuk dat je met een vinger op een hele zere plek zit te drukken gewoon. Want zij proberen aan alle kanten alles wat er gebeurt te traineren, te bagatelliseren, weg te poetsen. En er zijn dus zo'n stelletje, ja, luizen in de pels die ineens met zo'n vinger op een hele pijnlijke plek komt waar ook nog de pers op inspringt. Ja, dat is natuurlijk niet leuk. Ja, je vertelde net ook in het gesprek dat je ideeën hebt over, nou ja, hoe het zover heeft kunnen komen dat het gewoon, ja, op heel grote schaal, zeg maar, niet goed zit. Kan je daar
wat meer over zeggen? Nou, als je nou naar het begin kijkt, het is, we hadden het net in ons gesprek erover. Niemand neemt de echte verantwoording voor wat er daadwerkelijk gebeurt. Iedereen die, in plaats dat ze zeggen van nou, 12 jaar, zeg maar in 2012, nu is het klaar. We zetten echt onze schouders eronder. Vervalt het in een bureaucratie gekonkel waar de een zich achter de ander schuilt en niemand daadwerkelijk een beslissing te nemen. Nou, een heel goed voorbeeld is nu pas geleden met Paas, de commissaris van de Koning in Groningen. Nou, die heeft dan een fantastisch interview. Die gaat ineens bij Jorn Kelder gaat hij echt zeggen, ja, en het kan niet langer en ik dit en dat en dat. En Jorn Kelder zegt, ja, maar u heeft toch het recht om het stop te zetten? En dan, ja, nee, maar het valt eigenlijk al een beetje mee en zo erg is het ook weer niet. En dat gebeurt er gewoon. En ja, dat is natuurlijk heel lastig. Daar kan je niks mee, want hij is de verantwoordelijke veiligheidsregio. Zeg, jongens, je ziet hoe dat ontstaan is. Wat gaan jullie eraan doen? Ja, nee, we gaan dat wel onderzoeken. Maar het is tijd, gebeurt er niks. Het gaat over veel te veel schrijven. Het heeft, de communicatie is veel te lang. Het duurt gewoon veel te lang. Ja. En het stagneert ook gewoon steeds meer. En het, mensen die voelen zich steeds onveiliger. Dat is natuurlijk ook logisch gewoon. En het uitzicht onder andere in dat ze bang zijn in hun huizen. Maar volgens mij gaat het niet eens echt om de scheuren in de huizen. Volgens mij gaat het om het gevoel wat mensen dat het niet erkennen. Van de scheuren, van de onveiligheid. Dat gewoon het grootste probleem is. Oké, ja, er zijn te veel schijven, al dat soort dingen. Wat is de oplossing? Ik denk gewoon een hele grote kruis eronder zetten. En aan Groningen zelf vragen, wat willen jullie nou echt? Hoe kunnen wij jullie probleem met elkaar oplossen? Ik denk dat de mensen die daar wonen heel goed weten wat ze zelf willen. Dat ze heel goed in staat zijn om zelf te kijken wat hun huis nodig is. Waar hun veilige gevoel vandaan komt, hoe dat weer terugkomt. Ik denk dat het terug naar de mensen zelf moet. Dat het beter naar de burgers geluisterd moet worden. En dat de overheid moet faciliteren dat het haalbaar is. En niet moet bepalen wat er moet gebeuren. Maar ja, dat zal er wel een lange weg duren voordat dat doordringt. Ja, en ondertussen strijden we samen verder. Gewoon door. Ja. Het is wel heel, heel goed om met een fijne club mensen waar je op kan bouwen. Wij als veiligheidsregio, de mensen die erin zitten, vertrouwen elkaar voor 100%. En we erkennen en we herkennen elkaars kwaliteiten. En dat voelt heel fijn gewoon, dat je toch een veiligheid in een groep hebt waar je dit mee kan. Dus het is niet schoppen, negatief zijn. Het is gewoon juist proberen met elkaar weer iets positiefs op te bouwen. En dat is gewoon heel fijn. Oké, nou heel veel succes. Ja, dankjewel.